Snel en veilig door dieren. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Maar voordat het zover is, moet er nog heel veel gebeuren. En daarom wordt de weg helemaal afgesloten voor werkzaamheden. Het hele kruispunt gaat hier helemaal uit. En we gaan een meter diep ontgraven. Dit is nodig, want het kruispunt wordt op dit punt breder uitgevoerd. Kortom, extra rijstroken. De weg wordt op deze plek verdubbeld naar 2 rijstroken in beide richtingen. En dat is niet het enige. Er is nog veel meer te doen. Er komt ook een hele nieuwe riolering onder de weg die het hemelwater gaat afvoeren. Dat zijn deze buizen, ruim 80 stuks. De N348 en de kruisende burgemeester Willemsenstraat worden tijdelijk afgesloten. En dus moeten automobilisten omrijden. Het lokale verkeer via Eerbeek en het verkeer tussen Arnhem en Zutphen helemaal via Hummelo. Niet iedere automobilist is er blij mee. Nou, dat moet maar eens een keer afgelopen zijn, want we zijn al zo lang hier bezig. Voor mij zal het meevallen, want ik heb hier nog een weekje vakantie en dan ben ik weer weg. De weg gaat vanavond dicht. Op 21 mei moeten de werkzaamheden zijn afgerond.